Maar veel te vaak worden rode kruisen boven de snelweg genegeerd. En het gevolg is levensgevaarlijke situaties voor mensen die op of rond die weg moeten werken. En vaak gaat het net goed, maar helaas gaat het soms ook verschrikkelijk mis. En dat merken vooral de mensen van Rijkswaterstaat. Wij reden met ze mee. We rijden op de parallelbaan, dus de N-weg van Eindhoven. Waar ik vooral op let is van, ja, inderdaad, of er al mensen stilstaande voertuigen. Annemiek Bos is weginspecteur. Bij ongevallen of bij gevaarlijke situaties is ze er vaak als eerste bij. Haar taak is ervoor zorgen om de problemen zo veilig mogelijk op te lossen. Ja, en dan is het inderdaad zaak van die auto beveiligen. En dan zo snel mogelijk via de centrale regelen dat een bergingsauto ter plaatse komt. Hey, Paul wil eens gaan kijken, A67 links bij 23.7. En ze wordt daarbij geholpen door de verkeerscentrale in Gelderop. Daar staat een tankwagen op de vluchtstrook. Als het nodig is, kunnen zij stukken van de weg afsluiten met de rode kruisen boven de snelweg. Stel nou dat hier tussen Tilburg en Eindhoven iets gebeurt op de linkerrijstrook. En wij zien dat in de camera's. Dan is het zaak om zo snel mogelijk dat het zo veilig mogelijk te krijgen. En dan kan ik dus aangeven van ik wil hier een rood kruis krijgen. En hoe duidelijk zo'n kruis ook is, een garantie voor veiligheid is het helaas niet. Natuurlijk is een hele grote meerderheid die zich er wel aan houdt. Maar er is ook een heel groot gedeelte van de weggebruikers die denkt van ja, het zal wel. En ik rijd er lekker overheen, ik heb haast en het komt goed. Ja, helemaal goed, zeg ik dat erbij heeft te doen, Jan. Dankjewel. Mensen willen per definitie nog voor de auto zitten die voor hen rijdt. Of daar toch nog aan voorbij, want stel je voor dat je daar een paar honderd meter achter moet rijden. Dat is niet de bedoeling. En dan krijg je dat heel veel dat het niet wordt opgevolgd. En dat het gruwelijk fout kan gaan, bewijst het verhaal van Annemiek. Dat was op deze plek, ja. Nou, toen hadden we te maken met een vrachtwagen, die lag een paar honderd meter verder lag in de sloot. En we zijn ermee bezig gegaan, de berging is helemaal goed gegaan. En op het moment dat ik de taxcar wil vastkoppelen aan mijn eigen auto, is er een vrachtwagen geweest, die heeft het eerste rode kruis genegeerd. Die heeft een taxcarretje plat gereden en daarna mijn taxcar plat. Alleen ik had de pech, ik lag onder die taxcar. Ja, waar stond je bij de wagen? Ik stond eigenlijk hier. Hier had je de taxcar met die grote pijl erop en die pijl en alles is boven op mij terechtgekomen. Ze liep meerdere breuken op in haar heup, bekken en staartbeen. En het ergste was dat 3 nekwervels werden verbrijzeld. Annemiek was op sterven na dood. Het is een klein wonder gebeurd dat je überhaupt nog leeft, laat staan loopt. Ja, feitelijk wel, ja. Maar ik heb, mijn collega was dan ook bij hetzelfde incident. En die heeft het ook allemaal zien gebeuren en dankzij hem kan ik hier nog staan, want hij heeft ervoor gezorgd dat ik bleef liggen op het moment dat ik geraakt was door de kar. Het verhaal van Annemiek is helaas niet uniek. Jos, waar met de IJs verkeerscentrale? De mannen en vrouwen in het verkeerscentrum hebben het overzicht en zien het maar al te vaak gebeuren. Laatst was een auto over de kop gegaan. Het lag ook op de kop op de linkerrijstrook. We hadden daar kruisen geplaatst om dus te voorkomen dat daar nog verdere ongevallen gebeuren. En mensen komen gewoon volle snelheid onder de kruisen door. Ze zien dan op het laatste moment die auto liggen, lag in een bocht. Ja, en dat gaat met momenten, dan is het echt hier met geknepen handen zitten van, we gaan er vol in. En op het centimeters na vliegen ze toch net langs die auto af. Wat doen automobilisten of vrachtwagenchauffeurs fout? Nou, ik denk dat ze te veel bezig zijn met andere dingen. En dat ze vaak ook de signalen niet meekrijgen van, hey, denk eraan, hier staat een rood kruis en kijk naar het verkeer om je heen, dat is allemaal al opzij gegaan. Maar er is ook gewoon een groep die denkt van, ja, ik vind het wel goed, er staat niks of ik zie niks en ik rijd eronder door, want ik heb haast. En mijn afspraak is belangrijker dan wat hier op de weg aan de hand is. Annemiek herstelde van het ongeluk in 2007. Anderhalf jaar later zit ze gewoon weer op de weg. Van de chauffeur die het kruis negeerde heeft ze nooit meer iets gehoord. En hij is wel veroordeeld voor een half jaar rijontzegging in Nederland. Maar het was een Duitse vrachtwagenchauffeur, dus die heeft daar geen cent pijn van gehad. Ik had dus op zijn minst een kaartje, desnoods van het bedrijf waar hij voor werkte. Maar ik heb nooit iets vernomen, mijn advocaat heeft ook nooit iets gehoord. Dus dat is heel jammer.